Vandaag is de 23e bijeenkomst van de UST-Sociëteit, of zoals die nu heet, Tilburg University Society, hier in de Sociëteit De Witte in Den Haag, met als thema Den Haag, stad van rechten en vrede, of eventueel rede. En het gaat om het belangrijke onderwerp van niet alleen oorlogen, zoals bijvoorbeeld in Irak en Syrië, maar ook de migratiestromen die op dit moment Europa overspoelen. En natuurlijk alle gerelateerde issues. We hebben twee eminente sprekers. De eerste is professor Willem van Genuchten, hoogleraar internationaal recht aan Tilburg University, oud lid van de adviesraad internationale vraagstukken, een autoriteit op dit gebied. En de tweede spreker is professor Jaap Rob Scheffer, voorzitter van de adviesraad internationale vraagstukken, oud-secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken. En die zullen de degens kruisen op dit belangrijke onderwerp op een inhoudelijke wijze. Maar het allerbelangrijkste is dat wij natuurlijk daarna een discussie hebben onder Chatham House Rules. En daar kijken wij naar uit. Ik concentreer mij op de stad Den Haag als een stad waar internationaal recht wordt gemaakt en verder wordt gevormd. En op Den Haag als kennisstad. Als het gaat om het maken, dan heeft Den Haag natuurlijk een mooie traditie. Heeft al eeuwenlang eigenlijk onderhand bijgedragen aan de vorming van het internationale recht. En via allerlei instanties die hier zijn, internationaal gerechtshof, strafhof, Joegoslavië-tribunaal, andere gerechten, doet men ook volop mee aan geschillenbeslechting. En aan de berechten van misdrijven tegen de menselijkheid enzovoort. Dat doet Den Haag goed. Wat Den Haag ook wel goed doet, is blijven zoeken naar niches. Voortdurend kijken, zijn er nog plekken waar wij moeten helpen om het internationale recht verder te ontwikkelen en aan geschillenbeslechting. En wat Den Haag naar mijn smaak nog veel meer moet doen, is de complexiteit van de wereldvraagstuk op zich laten inwerken. En dan kijken of er nog behoefte is aan nog meer en hele andere mechanieken om uiteindelijk recht te doen aan de slachtoffers van allerlei schendingen. Dat is één groot punt, ga ik straks uitwerken. Het tweede is dat ik vind dat er op het terrein van bedrijven en rechten van de mens veel meer moet gebeuren. In het algemeen op het vlak van economische actoren en de rechten van de mens. Veel macht zit tegenwoordig niet bij staten, maar bij bedrijven. Ook daar gaat veel fout en daar heeft Den Haag zeker nog een wereld te winnen. Den Haag als internationale legal capital of the world, Den Haag als stad van vrede, veiligheid en recht, moet uitgaan van het principe noblesse oblige. Dat wil zeggen dat wij in Den Haag niet alleen moeten praten over het in stand houden van een internationaal systeem wat zoveel als mogelijk op regels is gebaseerd. Systeem wat rafelt, omdat wij een westers systeem van internationale samenwerking sinds de oorlog hebben opgebouwd. Waar andere landen zoals China van zeggen dat is ons te westers. En je zult dus met dat soort landen in gesprek moeten raken, wil je dat op regels gebaseerde systeem overeind houden. Eenvoudig zal dat niet zijn, omdat er buiten het internationale systeem om ook vele ad hoc diplomatieke oplossingen worden gekozen. Die niet ideaal zijn, maar wel het enige alternatief. Wij moeten levend in the world of order, zoals Tom Friedman dat formuleert, leren omgaan met een steeds groter wordende world of disorder. Kijk naar de grote migratieproblemen waar we op dit moment over praten. Dat wil zeggen dat we ook ons moeten realiseren dat culturele conflicten vaak gecompliceerder zijn dan ideologisch gedreven conflicten. En Den Haag kan ervoor zorgen en Nederland moet ervoor zorgen dat op een aantal omstreden punten Nederland een belangrijke bijdrage kan leveren aan het voorkomen van het verder rafelen van het systeem.